Vanuit het betoverende New York City besloten Alfonso de Leguaan, Pieter de Pelikaan, Simon de Zeeschildpad, Catharina de Spaanse kat en Diego de Chihuahua een sprong te maken naar de weelderige en mysterieuze Amazone in Brazilië. Het vliegtuig bracht hen van de betonnen jungle naar de uitgestrekte groene wildernis van de Amazone. Bij hun aankomst werden ze omringd door het oorverdovende gezoem van exotische vogels en het rijke groen van het regenwoud. De vrienden reisden over de rivieren en ontdekten de overvloed aan flora en fauna die de Amazone te bieden heeft. Alfonso, met zijn scherpe zintuigen, wees de anderen op verborgen dieren tussen de dichte begroeiing. Pieter, met zijn vliegvaardigheden, kreeg de kans om de rivieren van bovenaf te bekijken en de uitgestrektheid van het regenwoud te bewonderen. Simon de Zeeschildpad voelde zich in zijn element terwijl hij zwom in de kronkelende wateren van de Amazone, omringd door kleurrijke vissen. Catharina, met haar liefde voor kunst, was gefascineerd door de inheemse culturen en ambachten van de Amazonebewoners. Diego, altijd nieuwsgierig, snuffelde rond in de exotische geuren en geluiden van het regenwoud. De vrienden waren onder de indruk van de prachtige diversiteit en het belang van het behoud van dit ecologisch belangrijke gebied. Ze leerden over de delicate balans van de natuur en de uitdagingen waarmee de Amazone wordt geconfronteerd. Na hun tijd in de Amazone, met harten vol waardering voor de natuurlijke schoonheid van de aarde, zetten Alfonso de Leguaan, Pieter de Pelikaan, Simon de Zeeschildpad, Catharina de Spaanse kat en Diego de Chihuahua hun reis voort, klaar voor het volgende avontuur dat de wereld hen te bieden had. Elk hoofdstuk bracht hen niet alleen dichter bij nieuwe bestemmingen, maar ook bij een dieper begrip van de rijke diversiteit van onze planeet. Abonneer voor meer slaapverhaaltjes.